Waar je ook komt in Staphorst, aan de koffietafel gaat het deze week eigenlijk maar over één ding. Het duel tussen Staphorst en PEC Zwolle van woensdagavond. Een duel dat gespeeld zou worden om 5 uur, want er was toch niet genoeg verlichting. Maar daar hebben ze bij Staphorst wat aan gedaan. Alle lampen zijn inmiddels gereed, omgedraaid en wel. 7:45 morgenavond. Zo gaat het er ongeveer uitzien. Dit was de bekerfinale in 2016. En dat was al een flink spandoek, maar het jaar daarna hadden we nog een bekerfinale tegen Genemuiden. Daar hebben we spandoek 30 meter breed en 5 meter hoog gemaakt. Was weliswaar een beetje ambitieus en vooral toen we ermee bezig waren merkten we dat. Maar goed, die is wel de hele wereld overgegaan. De supportersvereniging doet er alles aan. Een spandoek en natuurlijk een sjaal, dat hoort erbij in het bekertoernooi. En hij hangt al in het clubhuis Staphorst, PEC Zwolle, woensdag 26 september. Ze zullen niet bang zijn, maar... Ze gaan ons niet vergeten na een week. Nou, woensdagavond gaan ze ons niet meer vergeten. Qua sfeer zeker niet. En ik denk dat er nog wel eens een rare verrassing uit de hoed kan komen. Want dat kan natuurlijk altijd. Vorig jaar bijvoorbeeld ASWH, dat won van Vitesse. Je weet het maar nooit. Staphorst dat overigens niet op het eerste veld traint, maar gewoon op een bijveld. En de sfeer is goed. Ook bij trainer Dennis van Toor, die gelooft in een stuntje. Nou, kijk, je moet heel reëel zijn. Hè. Ik denk als je 10 keer speelt, dan... Ik sprak wat supporters, die geloven er gewoon in, hoor. Ja, die zeggen, als we PEC Zwolle een keer kunnen pakken, is het nu. Ja, fantastisch. Die beleving hier geloof ik ook wel. Dat verwachtingspatroon geloof ik ook wel. En ik denk dat het ook goed is. En zo moeten we er ook in gaan, hoor. Dat is het niet. Maar ja, goed, uiteindelijk gaat het dan toch om die paar momenten in die wedstrijd die wij absoluut kunnen krijgen. Die moet je dan ook benutten. En kijk, elk jaar is er ergens een verrassing. Dus waarom zou het niet hier kunnen zijn, natuurlijk? Ja, 50-50, hè? Dat is bluff. Dat is geen bluff. Nee, natuurlijk niet. In het voetbal kan alles gebeuren. En als wij gewoon met z'n allen geconcentreerd blijven spelen, zeg maar. En het gaat allemaal net wel. Dan maken we zeker een kans. Zeker. Hij zei het echt. 50-50 morgen. Staphorst tegen PEC Zwolle. Raymond Kroes speelde 5 jaar in de jeugdopleiding van PEC Zwolle. Brak daar niet door, maar speelt nu dus in de hoofdklasse. Als je nou 5 jaar voor zo'n club gespeeld hebt, hè, ben je dan ook automatisch supporter van PEC Zwolle? Ja en nee. Ik kijk natuurlijk het liefst naar Ajax, maar Zwolle komt altijd... Ajax is je club? Ajax is mijn club, ja zeker. Dus toen de loting kwam, toen hoopte je eigenlijk op Ajax? In principe wel, ja. Ja. Maar Zwolle was? Ja, prima. Mooi. Ja, dat was de laatste ploeg die nog in de koker zat, dus perfect. We waren de ene laatste, dus toen was ik al blij. Ik dacht, nou ja, dan spelen we thuis. Maar ik had geen enkel idee tegen wie dat dan moest zijn. En toen zeiden ze PEC Zwolle. Ja, toen dacht ik wel, jee, nou, beter kan je niet hebben natuurlijk. Als je zelf, wat is het, 15, 20 kilometer van. Ja, toen dacht ik echt van, ja, dat is echt fantastisch dat ze daar tegen loten. En de trainer neemt het serieus. Hij schreef al uitgebreide scoutingsrapporten over Zwolle. Ja, ik heb ze de laatste 3 wedstrijden bekeken. Alle 3. Groningen hier tegen Vitesse dan. Het geeft wel aan dat je het serieus neemt. Ja, natuurlijk. Nee, maar goed, kijk, laten we eerlijk zijn. Kijk, als je het allemaal naast elkaar zet, ze hebben natuurlijk op zich op elke plek een betere speler. Maar ja, we gaan wel proberen daar zoiets tegenover te zetten. Dat we toch die paar kansjes die je elke wedstrijd krijgt, te benutten. De bol is rond. Ja. Het kan hier spoken, dat je, weten we. Als je bij voorbaat al opgeeft, kan je beter niet gaan voetballen. Je gaat voor de winst of je gaat niet. Het zal hier helemaal vol zitten. 3500 kaarten zijn er verkocht. Er kan niemand meer bij. Het belooft een echte cupavond te worden. Ik had er op mijn neer al de captain een appje gestuurd van als je het veld opkomt, trek maar een dikke trui aan, want je gaat echt kippenvel krijgen. Dat is zeker waar we voor gaan. En dan te denken natuurlijk aan een beetje rook en een beetje spanning en een beetje lawaai. En dan natuurlijk het spandoek. Dus dat gaat wel leuk worden, ja.